Op de oprit van de Zijdelweg in Uithoorn naar de N201 is aan het eind van de maandagmiddag een auto op zijn kop in het water terechtgekomen. De man reed richting Mijdrecht toen hij in de bocht de macht over het stuur verloor en het talud afreed. De auto, met meerdere inzittenden, kwam op zijn kop in de sloot terecht. Alle inzittenden konden veilig uit de auto komen. Zij werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar bleken niet veel te mankeren.